En ik zie hier ook allemaal al kleine spinoltjes. Mooi verkleed in ons mok. Maar ik in. Gij niet. Gij had een andere muts op. Ik zie hier ook allemaal al kleine spinoltjes. Allemaal al mooi verkleed in het motto. Want het motto van dit jaar is... Geef mij de ruimte. Geef mij de ruimte. Dankjewel, dankjewel. En ik zie dat die twee astronauten, die komen deze kant op. Zouden we die iets willen gaan vertellen, iets brengen? Ze hebben iets wel last, maar kom. Dat lijkt me heel koud en envelop. Is dat gewoon stom? Dat weet ik niet. Kijk, als ze nou zeggen goedemiddag, ja, dan zou het hier kunnen zijn. Goedemiddag. Is dit voor mij? Het schijnt. Nou, dan mag ik hem al openmaken? Kijk, en een beetje zo. Oh, zal ik even een microfoon helpen? Dat zou geel. Zo. Zo. Tromgroffel. Hé, hey, ze hebben de stokjes stil. Spannend. Oh. Wel goed vast, hoor. Kijk nou. Er zijn vier nieuwe sterren ontdekt. Ja, het schijnt dat ze hier ook al binnen zijn. Vier nieuwe sterren. Ja. Hier, Gods de Boer. In het Leutel. Daar zijn ze aanwezig. Maar het zijn niet zomaar sterren. Want misschien hebben jullie al het een en ander gehoord. Maar vanaf vandaag gaat wij niet alleen met z'n vijven op pad. Maar komt daar ook nog een jeugdprotocol bij. Echt waar. Dus dat betekent ook nog een klein prins. En een kleine naak. En een kleine lafors. En een kleine Gods de Boer. Dag Martijn. Zou jij deze vaste avond mijn grootste boerke willen zijn? Hij zei ja. Hij is toch een beetje verlegen. Maar dat gaat best goed komen, hoor. Ja, heb ik deze vast aan dan erbij, hè. Als jij jouw kieliken uit wil doen. En dat is dan al de eerste les die je hebt. Je kan het laten liggen, want dan had je tandruimte over. En bij dat kieliken krijg jij ook dezelfde dingetjes als die wij hebben. Ja, hij staat je wel, Gervie. Oh, als ik nou dat en het nu in de zie. Dan krijg jij je andere buten die horen bij de grootste boer. Dat is namelijk het task. Je krijgt nu een pet. Je moet een ster eronder, want dan mag je dat zelf doen. En als laatste, je kofferke en je pietje. Ach, hallo Ted. De volgende grote ster die ik naar voren mag roepen is Peter de Jong. Nou heb ik een belangrijke vraag voor jou. Zou jij deze vastavond met mij mee willen als mijn kleine lafosje? Ja. En natuurlijk ook dezelfde attributen als die ik heb. Jouw sabel. En je gloednieuwe keten. En ook voor ons nieuwe lafors, Achama Leutert. Mijn nieuwe kleine nolligheid naar voren gaan roepen. En ik heb wel verschillende gezien, maar die ik van astronauten heb doorgekregen, ja, dat is de enige die ik eigenlijk naar voren ga roepen. En ik denk dat hij wel, zal ik maar gewoon zeggen, wil naar voren komen. Als nieuwe, kleine nolligheid, Dylan Aarde.
een bidon. En natuurlijk roet met oranje veer. Even naar het publiek. En wat zeggen we dan samen? Ach, wat leuk hè. Eerst een groot applaus. Naar een klein narretje. En als jullie hier op het podium kijken, dan zijn het allemaal jongens, mannen. En het is 2020. Dus ik dacht bij mijn eigen. Waarom gaan we niet gewoon eens wat anders zoeken? En gelukkig hebben onze astronauten dat ook gedaan. En die hebben een hele grote nieuwe ster gezien. En ik ga haar naar voren vragen. Maar Wanne van der Kreek is in de wilzaak. Wil jij dat? Tuurlijk. Tuurlijk. Kijk, helemaal mooi. Durf jij het ook aan tussen al deze mannen? Dat is mooi. Dan gaan we jou lekker aankleden. Doe deze lekker uit. Dat speelt. Dan zullen we deze mensen ook even vertellen. Want als ik hier op het dorp loop, zeggen ze altijd, je hebt je dasbelt op z'n kop. Maar wij mogen hem altijd op z'n kop dragen. Ja?